Vandaag laat ik jullie mijn Disney aankopen van afgelopen weekend zien. Een aantal aankopen zijn ook van Jort, mijn man. Afgelopen weekend zijn wij met een bliksembezoekje naar Disneyland Parijs geweest. Zaterdag en donderdag en zondag een paar uurtjes en daarna weer terug naar huis. Maar dat houdt niet in dat wij in die korte tijd niet heel veel geld kunnen uitgeven aan leuke dingen. Dus dat hebben we dan ook gedaan. Ze hadden eigenlijk niet zo heel veel bijzonder nieuws. Veel spul wat we al kenden. Maar ondanks dat waren wel een paar nieuwe dingen en een aantal dingen afgeprijsd. Dus we hebben eigenlijk nog lekker kunnen shoppen. Ik wil beginnen met de 2021 Disneyland Parijs verzamelmunt. Die kun je daar uit een apparaat halen. Een Mickey en het kasteel staan erop in het jaar 2021. Ik verzamel die al een paar jaar. Ik heb eigenlijk alles wat te verkrijgen was, had ik al behalve de jaarmunt van dit jaar. En eigenlijk vind ik die ook alleen leuk als ik ook echt in dat jaar ben geweest. De laatste jaren is dat dus eigenlijk wel gelukt. Want voor COVID in januari 2020 zijn wij nog geweest. Voordat alle ellende begon, zeg maar. Dus die heb ik ook gewoon. Je kunt er verder niks mee dan gewoon bewaren. Ik bewaar ze in een blikje. Ik heb verschillende. En ik ben er heel blij mee dat we die nog hebben kunnen halen. Nou, het volgende wat ik gekocht heb. Ik heb hem nog in plastic, nog niet eens uit de verpakking. Ik ga hem straks rustig bekijken. Is het attractieboek van de Space Mountain. From the Earth to the Stars. Disneyland Parijs is begonnen met een aantal attracties renoveren. Grootschalig ook, omdat ze gewoon erg verouderd waren. En eigenlijk de meeste grotere attracties die ze nu gerenoveerd hebben, krijgen een boek met allerlei achtergrondinformatie, foto's, tekeningen en dergelijke. Nou ben ik nog nooit in de Space Mountain geweest, want dat durf ik gewoon niet. Dat gaat over de kop, daar hou ik helemaal niet van. Maar ik heb wel van Pirates of the Caribbean en Phantom Manor ook het boek. En ik vind het zo jammer als dan de serie boeken niet compleet is. En daarbij, ik hou wel heel erg van alle achtergrondinformatie en weetjes. Dus ik ben er heel erg blij mee. En ik ga hem vanmiddag eens rustig bekijken. Dan hebben Jort en ik al een tijdje van Disneyland Parijs longdrinkglazen die wij in de kast hebben staan. De aanbiedingen zijn zeg maar 4 euro per stuk. En ze hebben een aanbieding dat je er 4 voor 12 euro kunt halen. Dus dan heb je zeg maar 1 glas gratis. En het, dit keer was het allemaal al voorgepakt ook. En leuk Disney sticker en lintje. Er zit een verhaaltje achter. De enige die nieuw is, is Pua van de Vaiana Pil. Dus die hadden we nog niet. Dan is het volgende Simba. Die hebben we ooit gehad, maar die is helaas gesneuveld. Dus die hebben we opnieuw gehaald. En dan hebben we nog Olaf en Minnie Mouse. En die hebben we ook allebei al. Alleen op een gegeven moment, als je een tijdje hebt en we gebruiken niet eens een vaatwasser. Wij wassen altijd met de hand af. Het kleurenfolie van het glas laat los. Dus dan krijg je bovenaan dan van dat rare gebrokkel. Dus we dachten, dan halen we die maar opnieuw. En als het dan zo erg is afgesleten, dat we denken, nou kan het echt niet meer. Dan hebben we in ieder geval die glazen alvast staan om weer aan te vullen. Dus dat is het verhaal van de longdrinkglazen. Dan hebben ze sinds kort, en ik weet ook niet hoe lang het er nog gaat zijn, de Storybook Store op Main Street USA hebben ze omgebouwd naar een winkeltje waar ze speciale dingen verkopen. Of alvast verkopen, voorverkopen aan abonnementhouders. Dus je moet een abonnementpas hebben. Nou, die heb ik nog. De Infinity Pass is de meest dure ook. Als je die laat zien, kom je daar dan in. En dan kun je eigenlijk daar souvenirs kopen. Je krijgt ook nog, voor zover ik weet, gewoon je korting van je pas. En daar hadden ze van Aribas heet dat, geloof ik. Dat is een glazen. Een glas, ik denk in Frankrijk iets bekend, iets, die glazen dingen maakt met ingraveringen en zo. En ze hadden daar de Big Thunder Mountain een hele lijn staan. Onder andere fotolijstjes, glazen, een glazen munt die je kunt verzamelen. Nu vind ik de Big Thunder Mountain een van de weinige, of eigenlijk de
enige achtbaan waar ik wel in durf in Disneyland Parijs. Vind ik echt heel leuk. En het verhaal van Frontierland is zeg maar alle attracties en dingen die er staan blenden in een verhaal. Phantom Manor, mijn favoriete attractie, staat daar ook. En de Big Thunder Mountain is ook helemaal in dat verhaal geweven. Waardoor ik het dus wel heel erg leuk vond om toch iets van de Big Thunder Mountain te halen. En het is een soort van fles met een hele mooie print van de Big Thunder Mountain erop. Geen idee of je het zo goed kunt zien. Van mijn hand een beetje weghalen. Om drank in te bewaren. Maar ik zet hem gewoon voor de sier in mijn vitrinekast neer. En als ik er al drank in ga doen, dan wordt het rum. Maar ik denk dat ik het gewoon veel leuker vind om neer te zetten. Dan heb ik iets waar ik al langere tijd over twijfelde nog gekocht. Van de Phantom Manor hebben ze een boegbeeldenset. In attracties zijn die te vinden en dan worden er liedjes door ze gezongen. Hier heb je ze een beetje in een cartooneske uitvoering. De vier borstbeelden, om het zo maar te noemen. Het is wel uniek voor Disneyland Parijs, echt voor Phantom Manor gemaakt. Dus ik heb hem al vaker in mijn handen gehad en elke keer dacht ik, ja, het is toch wel cartoonesk, zal ik het nou wel of niet doen? Maar ja, nou zag ik ze weer staan en ik dacht, weet je, ik ga er ook spijt van krijgen als ik ze niet haal. Want het is, ze brengen al niet zo heel veel specifieke merchandise uit van Phantom Manor. En ja, dan denk ik ga ze gewoon in de kast zetten. En mocht ik nou echt spijt krijgen van mijn aankoop en het is straks in het park gewoon niet meer te verkrijgen, dan kan ik het altijd nog doorverkopen. Maar dan heb ik ze in ieder geval wel. Maar nu ik ze, hoe vaker ik ze kijk, hoe leuker ik ze eigenlijk vind. Dus ik denk dat ze gewoon leuk in de vitrinekast gaan staan. En dat ik ze gewoon niet meer weg ga doen. Dan heb ik zelf, ik zal het even laten zien. Ik heb ooit, een paar jaar terug, Minnie Mouse oren gekocht. In Disneyland Parijs, om mee rond te lopen. Dit is een wat luxere set met fluwelen stof. Waar een strik bij zat die je hier tussen kunt steken met een clip. En ze brengen regelmatig nog nieuwe strikken voor deze oortjes uit. Dus, waardoor je ze steeds kunt wisselen en daardoor dus ook steeds een andere look oortjes hebt. Nu hadden ze een nieuw van Jack Skellington een strik. En deze heeft ook lichtjes erin. Wat er me wel is opgevallen, echt na een paar seconden gaan ze al uit. Ook als je niet op een knopje drukt. Dus het is echt zo'n tijdelijk even aanzet ding. Maar het is wel een leuke toevoeging. Je kunt ze dan zo in dat oortje steken. En dan heb je dus een Jack Skellington Nightmare Before Christmas oortjes. De beginset is geloof ik €25 en dan zit er een zwarte met zilveren glitter bij een Minnie Mouse strik bij. En de oortjes erna zijn de strikjes erna zijn €14 los. En ik heb hier een van de Lion King met Simba, een beetje het jungle festival idee. Met veertjes, dus dit is de Leeuwkoning look. Jungle Festival, die heb ik dit jaar in ieder geval nog niet gezien. Maar dat is een thema die ze eens in de zoveel tijd hebben. Dus op zich is die wel weer ook heel leuk. Ze hadden nog meer leuke nieuwe oortjes. Maar ja, ik mag van mezelf één of twee per keer, of strikjes voor die oortjes kopen, zodat het ook leuk blijft. Moet ik even kijken. Ja, deze ziet er anders uit. Maar de meeste strikdingen, die hebben ook echt van die Minnie Mouse oortjes erbij. Of een strikje erop. Zodat je weet dat die ook echt bij deze oortjes horen. Dat is dus het verhaal van de oortjes. Gooi ze even aan de kant. Dan heb ik nog gekocht een magneetje van, tadaa, Phantom Manor. Want dat is mijn favoriete attractie. En die had ik al langere tijd geleden gezien dat die nieuw was. Alleen ik kwam daar maar niet. Dus nu heb ik hem echt gekocht. Die ga ik in de kast hier in de woonkamer hangen. En ik heb nog een nieuwe van Disneyland Parijs gekocht. Met alle letters die iets voorstellen. De D is van het Disneyland kasteel. De E staat. De I is Mickey Mouse. De S is Minnie Mouse. De N is Donald Duck. De E is Katrien Duck. De Y is niet heel herkenbaar. Maar er zit Tinkerbell vliegt daarbij.
Dan heb je de L van Goofy. De A is Pluto. De N en D zijn Knabbel en Babbel. Dus die gaat op de koelkast. Want ik verzamel magneetjes. En dan voornamelijk van plekken waar ik heen ga. Toeristische plekken. En dan vond ik dat wel weer een hele leuke aanvulling. Daarnaast hebben ze regelmatig servieslijnen in Disneyland Parijs. Ja, dit serviesgoedje mag eigenlijk geen mokken en zo meer kopen. Maar ik ben dol op klaprozen. De mensen die me kennen weten dat. En toen kwam Disneyland Parijs met een Minnie Mouse klaprozen bloemetje, veldbloemetjeslijn uit. En toen kon ik het toch niet weerstaan om daar dan wat van te kopen. Dus ik heb een heel mooi ontbijtbordje met Minnie Mouse en klaproosjes. Ze zijn een beetje rozig, niet heel rood, maar ik vind het toch wel heel erg mooi. En een prachtige mok. Ik zei nog zo geen mokken kopen. Nou, mislukt. Maar dan heb ik echt een ontbijtsetje zo samen. En een serveerschaal. Er wordt als taartplateau verkocht. Maar je kunt er veel meer mee doen als bij gourmetten. Kunnen we er vlees in leggen. Je kunt er chips in gooien of andere snacks. Het is gewoon een leuke serveerschaal voor op tafel. En het was ook weer net een andere, wel in dezelfde lijn, maar weer een hele andere print dan op het bordje. Waardoor ik het toch wel heel leuk vond om deze ook te halen. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dan daarnaast heeft Jort, dat zal ik gelijk laten zien, die had echt een nieuwe rugzak nodig. Dus die heeft een Star Wars rugzak gekocht. Ik kan er eigenlijk weinig over vertellen dan dat er wat Star Wars figuurtjes op zijn. Ik herken een Chewbacca en een Stormtrooper en een Millennium Falcon. En dit is volgens mij een TIE Fighter. Oh, dat staat er ook bij trouwens. Oh, en er zit ook nog een X-Wing op. Dat is dit ding. En een Kessel Run. Nou, in ieder geval. Hij heeft ook zakjes aan de zijkant. Kun je dus je parapluutje of een drinkfles in douwen. Een klein voorvakje voor je telefoon of zo. En dan nog een vrij groot hoofdvak met een dubbele rits. Binnenin heb je dan verder geen losse vakjes. Gewoon zwart. Heb verstelbare banden voor. Nou, Jort is er heel blij mee. Hij gaat hem in gebruik nemen. Hij had een hele leuke Mickey Mouse rugzak. Maar na 3 of 4 jaar intensief gebruik is die gewoon echt helemaal versleten. En op de rits gaat niet meer dicht. Alle randen zijn versleten. En voornamelijk de banden zijn helemaal losgelaten. Dus het was echt nodig om een nieuwe te halen. Nou, Jort is natuurlijk dol op Star Wars. Dus eigenlijk zijn al zijn aankopen ook gewoon weer van Star Wars. Hij heeft nog een t-shirt gekocht met Darth Vader erop. Zwart met ruimtespikkeltjes. En een Darth Vader helm. Op de achterkant staat dan nog Feel the Power of the Dark Side. Verder gewoon spikkeltjes. Die was de rugzak. En eigenlijk, dit was allemaal niet bijzonder afgeprijsd of zo, maar wij krijgen, of ik krijg met mijn Infinity Pass 20% korting op aankopen. Dus daar hebben we weer intensief gebruik van gemaakt. Hij heeft nog een heel leuk t-shirt gekocht, zelfde idee eigenlijk, bordeaux roodachtig met ook weer van die stipjes, spikkeltjes erop van het sterrenstelsel. En dit is de TIE Fighter van de First Order, dus is dat helemaal uitgewerkt hoe dat in alle doorsneden eruit ziet. De achterkant is verder gewoon neutraal. Neutraal. Ja, Jort vond het heel leuk. Ze hebben eigenlijk best wel een lijn van deze. Ze hadden nog een paar van die andere vliegmachines met uitleg. Maar ja, keuzes. Je kunt ze nou helemaal niet allemaal kopen. Daarnaast was er een aanbieding die net gestart is afgelopen vrijdag in de Disney shops. Met 30% korting op alle, of bijna alle, want de nieuwe dan niet. Sweaters, truien en of vesten, die ze al een tijdje hebben hangen. En naast die 30% korting kregen wij ook nog eens, als die eraf gehaald was, 20% korting op het overgebleven bedrag. En daarvan heeft Jort dus een heel leuk Star Wars vest gekomen met een First Order Stormtrooper ding erop. Hij is ook best zwaar trouwens. De mouwen hebben hier een leuker decoratief randje met een of ander Star Wars logoetje. Ik heb echt geen idee. Mooie randjes. Verder gewoon een lekkere capuchon. Volgens mij zitten er ook nog zakken in.
Als ik, ja, zakken. Er zitten ook nog zakken in. Dan gaat open en dicht met een rit. Binnen is hij gewoon zwart. Verder geen zakken. Nou, dus aankopen van Jort heb ik geshowt. Hij is er echt super blij mee. Dan heb ik zelf ook nog wat kleding gekocht. Het eerste deel, de rest was afgeprijsd, maar deze niet. Ik wilde al heel erg lang een keer een Disneyland Spirit jersey. Ze kosten 60 euro per stuk. Ze hebben verschillende, ze brengen ook steeds weer andere uit. Deze is dus ook echt van Disneyland Parijs. Het is een blauwe. Dat is ook een beetje de kleur die ze veelal in Disneyland Parijs gebruiken. En hij zit echt onder de glitters. Het is één grote, ik weet niet of jullie het... Ja. Of je het goed kunnen zien, maar het is allemaal glinstertjes. Dus het is een hele feestelijke. En op de achterkant staat dan in van die metallic glimmende letters Disneyland Parijs. En dan voorop heb je nog het logootje van Disney met het openingsjaar. 1992 is Disneyland Parijs geopend. Het heeft verder geen zak of zo. Het is een lekkere ruime. Het is ook niet zo'n dikke trui. Het is echt zo'n tussending. Ze noemen het dus Spirit Jersey. Hij past me goed. Ik heb hem lekker ruim gekocht. Gewoon een XL. En ik ben er eigenlijk heel erg... Misschien had een L zelfs ook gekund, maar dan zit hij strakker. En ik vind het juist wel lekker dat hij los zit. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Ze hadden verschillende en ik vond dit momenteel de leukste. Ze hadden nog een of andere neonkleur blauw-groen. Maar die had geen glittertjes. En ze hadden er nog een van Le Roi. Lion, de leeuwenkoning, maar dat staat er dan in het Frans op. En dat vind ik dan weer jammer. Als er dan gewoon de Lion King had gestaan met Disneyland Parijs, had ik dat leuker gevonden. Die was zwart met dan een beetje oranje, geel, rood, leeuwenkoning kleurtjes. Le Roi Lion stond er dan op en een soort borden met de figuurtjes van Disney, van de leeuwenkoning. En ze hadden nog een zwart met witte. Dus gewoon een zwart spirit jersey en dan met witte tekst Disneyland Parijs. En ze hadden er eentje wit met regenboogkleurtjes erop. Van een beetje de pride, homo, lesbi scene statement ding. Maar ik vind dat wit dan... Ik vond de kleurtjes wel heel vrolijk, maar ik vind dat wit gewoon niks. Maakt me heel dik en dat vond ik maar niks. Dus die heb ik dan maar laten liggen. Het idee vind ik dan wel weer leuk. Dat waren de verschillende volgens mij die ze nou hadden hangen. Nou, vervolgens heb ik in de uitverkopen trui gekocht van mijn favoriete attractie Phantom Manor. Hij is een beetje grijs gemêleerd. Met een, kunnen jullie, nou ja, dat kan beter dat ding laten zien. Een soort van doodshoofdprint erop. En in dat doodshoofdprint is dan ook echt de manner te zien. En ja, wat eigenlijk allemaal afbeeldingen. Een beetje spookachtig. En er zit wat glow in the dark in. De ramen van de Manor en het Phantom Manor bordje heeft een lantaarntje erboven zitten. En dat is dus glow in the dark. Verder staat er op een van de mouwen ook echt Phantom Manor. Mochten jullie ineens een alarm op de achtergrond horen. Het is de eerste maandag van de maand. Het is net 12 uur geweest, dus ze zijn weer aan het testen. Het werk dus. In het Studiopark heb ik bij het Ratatouille winkeltje nog een hele mooie bordeaux rode trui gevonden met een witte print van Bistro Cherimi. Die vond ik ook heel erg tof. En als laatste heb ik gevonden een lekkere dikke trui van The Nightmare Before Christmas met Jack en Sally en Misfit Love staat er geloof ik op. Daarbij is dit dus echt gewoon een geweldige trui in de zin van... En stiekem vind ik die kant ook leuker. Ik ga hem even omdraaien. Hij is zo gemaakt dat je hem aan twee kanten kan dragen. Dus... De binnenzijde heeft deze fantastische print. Maar zo mag je hem ook gewoon dragen. Het enige, hij is ook echt zo gestikt dat dat kan. Het is zeg maar een tweezijdige trui. Het enige wat ik wel eventjes wil doen is dan de labeltjes moet je er wel even uithalen. Ook het labeltje met, maar die hangt ook bijna los al. Kun je ze lossteken van de maatvoering en de dingen. Op hoeveel graden die gewassen kan worden en zo. Maar stiekem vind ik deze kant dus veel leuker om te dragen.
Ik ben hier helemaal verliefd om. Ik vind het gewoon heel leuk dat je beide kanten kan dragen. En daarnaast heb ik nog gekocht, niet onbelangrijk, wel heel nodig, de Shoppers van Disneyland Parijs. Blauw met wit, met die Disneyland Paris en het kasteel met vuurwerk. Het is momenteel valse reclame, want er is helemaal geen vuurwerkshow. En op de andere kant staat It's a Small World, Space Mountain. Het is een stukje van Disney Studios, Tower of Terror Hotel, de Watertoren. En dit is de Animation Gallery hier gebeuren. En natuurlijk Mickey Mouse erop. Die heb ik in dit formaat gekocht, want je krijgt geen plastic tassen meer. Dus je moet echt zelf een tas mee hebben of daar dan aanschaffen. Maar die kun je wel weer hergebruiken. En ik heb nog een formaat groter ook. Zelfs de lintjes staan erop. De ene tas was geloof ik 2 euro of 2,50 en de grootste tas was 3 euro of 3,50, ik weet niet meer. We zijn herbruikbaar. Een beetje dom eigenlijk, want ik heb die tassen allemaal al een keertje gekocht de laatste keer dat ik er was. Want toen was het ook al dat je geen plastic tasjes meer krijgt. Ze zijn dus ook, het zijn gewoon shoppersgeur voor je boodschappen of andere dingen gebruiken. Maar ik vond ze zo fijn dat ik ze boven allemaal in gebruik heb voor mijn hobbyspullen. Waardoor ik toen ik vrijdag een helder moment dacht en had en dacht van oh dan zal ik ze vast meenemen. Toen bleken ze allemaal nog vol met andere rotzooi te zitten. Dus toen dacht ik nou dan koop ik er nog maar bij. Want die shoppers zijn gewoon echt super fijn. En Disney is altijd leuk. Dus dat heb ik gedaan. Dan heb ik daarnaast nog één aankoop. Van onderweg in het benzinestation. Mensen die me kennen weten het al. Ik ben dol op de chips van... De Monster Munch chips. En dit is de smaak ham, kaas. Of wel jambon. Fromage. In Nederland hebben ze bij de Jumbo supermarkten sinds kort Monster Munch vast in het assortiment. Maar dan heb je de normale variant. Dus de zout. En de ketchup variant. Dus niet de ham, kaas variant. Dus ze hebben best wel wat verschillende smaken. Ze hebben ook nog barbecue smaak. En ik weet dat ze pizza smaak hebben gehad. Ik weet alleen niet of dat tijdelijk was of zo. En omdat deze smaak niet in Nederland te verkrijgen was. En we toch een soort van weekendje weg hadden. Heb ik 2 zakken aangeschaft voor mezelf. Nou, al met al, dat waren de aankopen. Zo zie je maar weer dat je... Ik heb nog 2 dingen gekocht, maar die mag ik niet laten zien. Ook omdat dat een verrassing is voor iemand anders nog. Rondom de feestdagen. Dus dat duurt nog even. Maar al met al, lekker geshopt, lekker genoten. En ik ga al die dingen weer opruimen. En dan, ja, dit was ons Disney aankopen festijn. En voorlopig moeten we het hiermee doen. Behalve dan eventueel een webshop of zo. Want de volgende keer dat we naar Disney gaan, hopen we echt dat we augustus 2022 welkom zijn in Amerika als Europese gasten. En dan gaan we naar Disney World Florida. En Disneyland Parijs zal dan hooguit daarna weer een keer zijn. Of Disney World in Florida moet echt niet doorgaan. En dat we kijken dat we dan toch een paar dagen Disneyland Parijs pakken. Maar dat is dan voor latere zorg. We blijven fingers crossed en duimen dat onze droomreis volgend jaar echt wel door kan gaan. We hadden het al wel goed ingeschat dat dit jaar niet zou lukken. Daar ben ik wel heel blij om, want anders is het weer een teleurstelling. We sparen daar dus rustig voor door. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!